Dit is Fieldcast, de podcast van Fiel Zuid, het symfonieorkest van het Zuiden. In deze podcast duiken wij in de verhalen van ons orkest, de muzici en alle mensen daaromheen. Maar nog belangrijker, vertellen onze muzici over hun passie. Zij delen hun kennis en kunde over de muziek die zij voor jou spelen en waarmee jij geluksmomenten beleeft. Onze fles, hè? De fles van Fiel Zuid. Ik ben Stijn van der Loo en in deze aflevering ga ik in gesprek met Heidi Pousset. Eén van de tweede violisten van Fiel Zuid. En we gaan het hebben over de planeten van Gustav Holst. Maar eerst een stukje viool solo. Nou Heidi, wat heb je net gespeeld? Ja, dit is een van die hymnes die Gustav Holst gebruikt heeft in het deeltje Jupiter, van de 7 planeten die hij op muziek gezet heeft. Het is een hymne, I vow to thee, my country. Heel patriotisch dus. En ja, de Engelse sfeer druipt daar eigenlijk vanaf, ja, vind ik al. Het is een soort volksmuziek gevoel. Ja, volksmuziek. En waarom heb ik dat gekozen? Ja, als tweede violist heb je niet altijd een melodie te spelen. Dus is het heel fijn dat je hier dan op los kan gaan. Gustav Holst en Ralph Vaughan Williams, die we al eens eerder voorbij hebben horen komen in het kader van George Butterworth. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Ja, ja. Het is inmiddels meer dan een eeuw geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. En daarmee is een hele generatie talentvolle dichters en componisten ook verloren gegaan. Onder andere George Butterworth. Andere componisten, bijvoorbeeld Ralph Vaughan Williams en Maurice Ravel, waren getuigen en veteranen. Zij overleefden dus deze oorlog. Maar het zijn allemaal tijdgenoten van elkaar en in die tijd was er eigenlijk nog geen Engelse muziektraditie. Dus die volksmelodieën die waren eigenlijk heel erg belangrijk als uitgangspunt voor veel componisten. Voordat we al over de stukken gaan hebben, vertel eens wat over jezelf. We hebben jou misschien al vaker gezien als inleider. Ja. En we kennen jou natuurlijk ook als tweede violist. Maar hoe ben jij zo gekomen? Dit jaar, 2024, zit ik dus 30 jaar in dit orkest. Sinds 10 jaar Fiel Zuid. Wil je ook nog weten daarvoor? Hoe ben je viool gaan spelen? Is dat een interessant verhaal? Of zeg je van nou ja. Nou, in een tijd dat ouders het belangrijk vonden dat je en een sport en muziek deed. En dus ging je naar de muziekschool. En dus deed je keurig algemene muzikale vorming. En na 2 jaar mocht je een instrument kiezen. Ik voel een heel klein beetje politiek vuur hieronder. Dat doe ik ook. Ik ben inmiddels ook al een jaar of 2 raadslid voor GroenLinks in de gemeente Os. Jij zegt net van in een tijd dat de ouders het nog belangrijk vonden dat een kind en sport en muziek beoefent. Ja. Daar voel ik een soort vuur in. Is dat ook hetgene wat je in de politiek gaat doen? Dat is natuurlijk wel belangrijk. Want je probeert in je gemeente wel die culturele infrastructuur in stand te houden. En ik denk dat dat urgenter is dan ooit. Als we kijken naar de symfonieorkesten, dan zijn we van 20 naar 10 symfonieorkesten gegaan in Nederland. Maar ik mis gewoon de massa die we moeten hebben beneden aan de piramide, waardoor we talenten weer kunnen opleiden. Ik denk misschien zelfs ook voor zo'n symfonieorkest dat het belangrijk is dat daar ook publiek uitkomt. Hè? Zeker, want de muziekscholen zijn zeker ook om
geënthousiasmeerd te worden om bijvoorbeeld naar het theater te gaan of naar een concert. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. Wat hebben we voor onze luisteraars in petto vandaag? En waar wil je de luisteraars mee verrassen in deze Fuelcast? Ja, nou, De Planeten van Gustav Holst is voor mij ook een van die werken waarvoor je graag als orkestmuzikus in een symfonieorkest zit. Het is een heel groot orkest. Het is meer dan 90 man op het podium. Het zijn 16 eerste violen, 14 tweede. Dat is echt een enorme strijkersbezetting. Je hebt dubbelhout, 6 horens, 2 harpen, 2 mannen die de piano, orgel en celesta bedienen. Ik zag ook 2 pauken. Ja, dus hij haalt alles uit de kast. Ja. Maar hij weet daar, met dat instrumentarium, weet hij zo ongelooflijk goed die verschillende karakters van die 7 planeten te laten horen. Dat je gewoon, ja, dit is echt zo'n stuk wat je live in een concertzaal mee moet maken. Dit gaat werkelijk, dit neemt je mee door het universum. Ik zat in de auto hier naartoe en ik reed door een hagelbui. En toen een regenbui en toen opklaring en toen zag ik een regenboog, een hele helder. Ja. En onderwijl draaide ik die muziek. En het was een hele mooie soundtrack voor die autorit eigenlijk. Het is natuurlijk ook John Williams heeft voor zijn film Star Wars, heeft dit gewoon gebruikt. Dat is zeker het begin van de planeten. Ja, het is een heel filmisch gebaar eigenlijk wat hij maakt. Zeer filmisch. Het is eigenlijk, nou ja, je zou het zo inderdaad onder de film kunnen zetten. Ja. Dat is geen enkel probleem. Kan je me iets vertellen over Gustav Holst? Ja, daar is zeker wat over te vertellen. Het is de oudste zoon van een Zweedse vader en een Engelse moeder. Er zit ook nog Lets en Duits bloed in de lijnen daarvoor. Maar een beetje een ziekelijk kindje. Zijn moeder is ook al op jonge leeftijd overleden. Eigenlijk vlak na de geboorte van zijn broertje. Dan is hij nog maar 8. Maar Holst zelf heeft ook een vrij slechte gezondheid. Zwakke ogen, maar niemand komt op het idee om een bril voor hem aan te schaffen bijvoorbeeld. Hij heeft last van astma. Zijn vader denkt dat het bespelen van een trombone daarbij gaat helpen. Dus die arme jongen wordt op een trombone gezet. terwijl hij eigenlijk heel graag piano speelt. Hij krijgt ook wel pianoles hoor. Maar dan heeft hij weer last van neuritis. Dus een soort zenuwaandoening in de handen. Waardoor hij... Dus dit is al met al is het een man die echt heeft gestruggeld zijn hele leven met zijn gezondheid. Ja, ja. Daarbij is ook nog, hij was ook vrij zuinig. Hij moest ook zuinig zijn om zijn studie te kunnen bekostigen. Op enig moment heeft hij een beurs gekregen, waardoor hij toch bij de Royal College of Music aan de slag kon. Maar al met al is het niet echt een makkelijk leven geweest. Ik denk ook zwaar ondergewaardeerd in zijn tijd. Oh ja? Hoewel de planeten wel goed ontvangen werden. Ja, het is wel Music for the Millions, toch? Ja, maar later. Niet zozeer in zijn eigen periode. Het is ook wel een heel origineel werk. Ja. Want als welke tijd hebben we het eigenlijk al? Nou, we hebben het over... hij is geboren in 1874. 1934 overleden. Daar speelt natuurlijk ook de Eerste Wereldoorlog weer mee. En vanwege zijn zwakke gezondheid kan hij niet in dienst. Dat frustreert hem ook eigenlijk in hoge mate. Zijn eigen vrouw, notabene, kan ook allerlei hand- en spandiensten verlenen in die oorlog eigenlijk. Ralph von Williams zit op het slagveld. Zo'n George Butterworth, die laat het leven daar. Dus dat frustreert hem nogal, dat hij daar geen deel van uit kan maken. Tjonge, een hele andere tijdgeest. Andere tijdgeest. Maar ondertussen is het wel iemand, hij is wat verlegen, hij is wat ingetogen, maar hij is wel een man die enorme interesse heeft voor andere mensen. En voor andere zaken dan muziek, bijvoorbeeld astrologie. En op enig moment zit hij weer in een soort van depressie en dan gaat hij met vrienden van hem naar Mallorca. En daar knapt hij enorm van op. Maar een van die broers die heeft dus ook enorme interesse voor astronomie.
En de anderen hebben daar, de metgezellen hebben daar niet zo'n oren naar. Maar Gustav Holst is een en al oor. En dat moet ook zo zijn dat hij daardoor getriggerd is om die planeten te schrijven. Ja. Nou, mooi verhaal. Welk jaar schreef hij dit? Hij heeft het in delen geschreven. Vanwege zijn gezondheid was hij niet altijd in staat om alles achter elkaar te schrijven. Maar als ik het, de meningen zijn er een beetje over verdeeld. Maar in 1913 moet hij zijn eerste planeet al afgeschreven hebben. En dus is het idee dat hij geïnspireerd zou zijn door de Eerste Wereldoorlog, dat is niet helemaal plausibel. Nee. Want Mars, het eerste deel van de planeten, is al voor de Eerste Wereldoorlog uitbreekt geschreven. Hij is geïnspireerd door die vriend en door zijn liefde voor de astrologie. Ja. Gaan we in op een paar van die een paar werken. Hè? Ja, je gaat niet alles weggeven, dan moeten mensen voor laten we beginnen met Mars bijvoorbeeld. Ja. Gewoon het openings... Vooraan. Rechte oorlog in. Ring of the War, dat is misschien nog wel aardig om te weten dat in eerste instantie de planeten werden aangeduid als the bringer of war, the bringer of peace. En later zijn pas die namen Mars, Venus, Mercury gekomen. Maar het is wel Mars dat hij bedoelde. Zeker. Mars. Zeker. Maar mogelijk heeft hij zich laten inspireren ook door de 5 orkeststukken van Arnold Schoenberg. Wat ver staat van wat Schoenberg misschien niet toen, maar... Ja, dat denk ik ook. Hoewel je wel in de planeten vind ik ook wel heel erg sterk in ieder deel schurende harmonieën soms hoort. Hij gebruikt echt wel harmonieën die je even wakker schudden. Dan denk je van, hé, wat gebeurt hier? Mars. Straks hebben we hier een Collegno. En daarboven hoor je dus steeds die koperblazers met lange noten, dreigend slagwerk. En dat bouwt hij echt op een meesterlijke wijze, bouwt hij dat op. Het is een 5/4. Maat. Dus niet echt een marstempo. Star Wars, hè? Allemaal zo'n deeltjes van tussen de 6 en 9 minuten ongeveer. Ja. Maar alles bij elkaar gewoon een ongelooflijk werk, vind ik. En het zijn ook steeds bepaalde motieven die hij in diverse instrumentgroepen terug laat komen. Wat dan tegen elkaar in gaat, maar hij bouwt een enorme climax op eigenlijk. Ja. Dus ja, dit is een opening van een stuk dat je denkt, wat gaat hier gebeuren? Mooi. Dus dat is Mars. Dat is Mars. Al dit geweld hebben we dan gehad. En dan krijgen we Venus, de bringer of peace. Ja. Totaal andere sfeer. Ja. Ik vind het zelfs zo'n mooi geluid dat die melodieën horen en dan dat hout, hoge precies, hout, dat het begeleidt. Ja, en wat ik daar zo bijzonder aan vind, dat ik zelf al meteen het gevoel heb dat ik in het universum, dat ik gewoon in de ruimte ben. Ja, het heeft zo'n diepte, die muziek.
Ik denk dat de eerste twee is gewoon goed om contrast. Te laten horen. En dan heb je de laatste planeten, de Mysticus, vaagheid, mysterie. Vrouwenkoor. En vrouwenkoor, ja. Misschien is dat... en het heel, heel grappig is dat hij zelf heeft voorgeschreven dat het vrouwenkoor echt achter een deur had moeten staan. En dat die deur dan langzaam maar zeker dicht moet worden getrokken. Oh ja. En de strijkers echt tot een... fade-out, zeg maar. En dat was nieuw in die tijd. Gaan jullie dat ook doen? In de concertzaal in Eindhoven zou dat heel goed kunnen. Ja. Of het vrouwenkoor bij het Vrijthof ergens achter de gordijnen verdwijnt, dat... dat weet ik niet. Maar dat zullen we aan onze chef-dirigent Duncan Ward overlaten, hoe hij dat gaat doen. Spannend stuk om te spelen. Heel spannend stuk. Is het ook uitdagend in de zin ja, van zeker. Dat het moeilijk ja, is? Ja, er zitten best uitdagende... Ja, nee, het staat nu al op mijn standaard en dat moet echt gestudeerd worden. Ja? Kijk, zo'n vuurvogel bijvoorbeeld, hè. Dat hebben we inmiddels al zo vaak gespeeld. Dan weet je precies, oh ja, die 1, 2, 3 plekjes en dan kom ik een heel eind. Maar dit, nee, dus altijd even bekijken. En hoe doe jij dat? Wat is jouw regime? Ik speel heel graag etudes. Oh ja? Omdat me dat heel alert houdt. Zorgen, mijn intonatie bijhouden, mijn klank, vibrato. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal fysieke dingen. Die moet je gewoon bijhouden. Ja. Maar daarnaast op tijd met bepaalde stukken beginnen. Ik heb nu nog een week te gaan voor week 3. Dat is een klassiek programma. Daarna gaat dus de Planeet van Holst. Maar we hebben in week 9 bijvoorbeeld de Alpensymfonie staan. Die staat ook al klaar om aangepakt te worden. Een vraag uit het publiek. Muzici uit een symfonieorkest worden altijd gezien als gepassioneerde muziekliefhebbers. Maar ook uitvoerders natuurlijk. En hoe kun je die passie nou overbrengen op anderen? Ik vind het altijd heel bijzonder... Om te zien hoe grote groepen mensen zich verzamelen in een concertzaal. En dan ademloos kunnen luisteren naar muziekwerken die op dat moment uitgevoerd worden. Maar ik zit niet alleen maar in het orkest. Ik heb ook 25 jaar vioolles gegeven bijvoorbeeld. Op die manier probeer je ook je passie over te brengen. En wat we nu natuurlijk ook doen met Filmop bijvoorbeeld. Om amateurmuzici bij elkaar te brengen. En samen te laten spelen met de professionele muzici. Maar juist denk ik door dit soort, door bepaalde muzieken uit te zoeken voor zo'n filmmop. Of wat we hier nu doen, filmcast, om te laten zien of te laten horen wat bepaalde stukken voor ons betekenen. Dat is ook wel een moment om passie over te brengen, denk ik. En dat te delen, ja, dat is heel bijzonder. Mag ik eens één gekke vraag stellen vanuit het publiek en vanuit mij als publiek? Mm-hmm. Waarom wordt er al zo lang geapplaudisseerd naar klassieke muziek? Is dat een cultuur? Laat ik ervan uitgaan dat ik denk dat mensen het heel erg mooi hebben gevonden. Ja. En misschien willen ze waarschijnlijk willen ze op die manier ook aangeven dat de dirigent alle kansen heeft om nog wat. Solisten uit het orkest op te laten staan en dan blijf je maar klappen. Ja. Er zijn ook wel bepaalde gewoontes natuurlijk. Ja. Er zijn bepaalde publieken die staan niet, die applaudisseren alleen maar. Oh ja? Ik weet niet in welke landen dat precies is, maar er zijn gewoon landen waar... Ja, want in Nederland staat iedereen, hè? Bijna altijd, ja, meteen. In Duitsland zien we dat al met toch iets meer terughoudendheid. En dat heeft niets te maken, dus ze kunnen het concert dan toch geapprecieerd hebben, maar ze staan gewoon niet zo snel. Het zijn gewoon cultuurelementen, hè? Ja. Denk ik. Ja. Nou, wij gaan dat nu ook doen. We gaan een enorm applaus voor je, aan jou geven. En dat hele applaus laten we ook een hele tijd staan. Uiteraard. Heb jij ook een vraag over het orkest of over een bepaald aspect van het orkest? Of iets heel anders wat te maken heeft met het orkest. Stel die vraag dan op filcast@filzuid.nl. En wie weet wordt jouw vraag ook in een van de filcasts behandeld. Wat de luisteraar nog niet weet over Filzuid. Ja, de verborgen talenten van mijn collega's. Ik denk dat heel veel mensen wel weten
wat ons werk inhoudt. Maar dat ik collega's heb die nog veel meer talenten hebben dan alleen maar hun instrument bespelen. Dat is al heel wat. Ja. Dat klopt. En toch, ik denk ook dat wij een vak hebben waarbij we ons ontzettend kunnen ontwikkelen. Al is het maar het maken van een fieldcast of een digitale inleiding zoals dat in het verleden was. Of zoals een aantal collega's van mij, zoals Margiels Willens bijvoorbeeld, of ook Tijmen Weelburg, dat hebben gedaan. Stukjes columns schrijven in de Klank bijvoorbeeld. Ik heb collega's die fantastische educatieve programma's maken. Dus dat, ja, ik vind dat heel bijzonder, dat we kans zien om andere talenten binnen ons orkest te ontwikkelen. Tijmen maakt kastjes, hè? Die is tegenwoordig ook klusser. Mag hij zelf over vertellen? Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Houd onze socials in de gaten voor de volgende aflevering, waarin wij jou verrassen met nog meer geluksmomenten van Veelzuid. Wil jij de muziek van Veelzuid live beleven? Bekijk dan onze concertagenda op veelzuid.nl.